Dat was best wel indrukwekkend om gezien te hebben. Het is zaterdagochtend en we hebben lekker lui op bed geknuffeld, Sarah en ik. Marco is aan het werken. Ik ben nu uit, ik heb even een trui van Marco aangetrokken. En ik heb deze poes hier en die staat heel erg te mouwen, want ze wil de natvoer. En dat ben ik aan het maken, maar ze heeft natuurlijk de medicatie. Oh, ja, dat is leuk hè, dat was een leuke film. Dus ik heb de medicatie en ik doe de pilletje er elke keer in. Maar die laat ik helemaal eerst versmelten. Want ze eet anders de pilletjes niet. Dus ze moet wachten. En deze wordt helemaal gek. Als je het hoort. Mauw. Het duurt gewoon echt even met het pilletje. Kijk, ik heb hem er nu in gedaan. En dan doe ik hem ertussen helemaal. Ook in die gelei. En dan ga ik hem even laten staan. En dan is hij daar versmolten. En dan roer ik hem erdoor. En dan kan ze het eten. Maar ze moet gewoon even geduld hebben. Ze heeft wel brokjes al gehad. Dus het is niet dat ze verhongerd is. Ik zet hem even boven op de kast. Wat grappig is, ik moet dan echt een klikje te slapen. Ja, wat fijn. Dus ik ga denk ik ondertussen eerst even douchen en wat make-up op mijn gezicht smeren. En daarna is dat klaar en kan ik dat afmaken. Ja, dan krijg je het pas. Ja, je moet even wachten. Dus, en mijn haar zit nog wel redelijk na gisteren, dus ik ga het zo even opfrissen. En dan heb ik nog een beetje goed haar vandaag. Ik ben trouwens echt aan het twijfelen wat ik ga doen. De film van Bibi, de grote slijmshow geloof ik of zo, die is uitgekomen deze week. En Sarah wilde zo graag heen. Dus ik wil daar eigenlijk wel heel graag heen dit weekend. Maar ik vind het altijd fijn met haar om in de ochtend naar de bios te gaan. Want dan draait ze om 11 uur. Dat vind ik altijd een mooie tijd. Dan heb je daarna je dag nog. Maar hij draait heel de week om 11 uur, behalve dus vandaag. En dan draait hij echt pas 1:15 of 2:15. Maar dat vind ik echt een rottijd. Want dan kom je uit de film en dan, dan heb je eigenlijk niks meer aan je dag verder. En morgen draait hij dus wel om die tijd. Dat kan ook. Ik geef het aan. Alleen dan is de storm voorspeld. Ciara komt morgen over. En ik heb geen idee of, of het echt wat gaat zijn of dat het weer een loos alarm is. Het kan beide kanten op. Maar ja, ik zit echt even te twijfelen. Maar goed, ik ga eerst even douchen. Ik ga er even over nadenken wat ik ga doen. Dat was ik al aan het doen, gisteren ook al. Maar ik weet het gewoon niet. Ik weet gewoon even niet wat slimmer is. Ik heb besloten... Oh, lekker scherp weer. Kom op camera. Ik heb besloten dat ik gewoon vanmorgen ga kijken en anders gewoon een weekend later. Ik heb me wel opgemaakt en dit licht is echt niet mooi, zeg maar. Ik moet even uitkijken, ik heb nog geen kleding aan, want ik sta in mijn kast. En omdat ik heb besloten dat we dus vandaag thuis blijven en dat ik vanmorgen ga kijken of we gaan, ondanks de storm, moet ik even verzinnen wat ik aan wil. Maar ik wil gewoon even iets heel relaxed aan, omdat ik toch heel de dag thuis ben. Dus ik denk dat ik... Ja, ik weet wel wat ik aan ga doen. Ik heb deze gebreide tui van Lina Olberg versus Naked aan. En deze flared gebreide broek van Silky. En lekkere fluffy huissokjes. En ik moet zeggen, dit is wel echt een lekkere chill outfit. Ik hou er niet van als ik het gevoel heb dat ik helemaal niet aangekleed ben. En nu vind ik mijn outfit toch wel leuk. En is het gewoon echt helemaal chill. En ik ga even ontbijten, want ik bedacht me net dat het ondertussen al bijna middag is. En dat ik nog steeds helemaal geen hap op heb vandaag. Deze loopt in het slijmen, want die wil heel graag te eten. En dat ga ik maken. Hè? Ja. Je wil het heel graag, hè? Ze is echt dun trouwens, maar ze was heel snel afgevallen. En nu is ze de medicatie. En we merken wel dat ze een beetje aan het aankomen is. Alleen afvallen gaat heel snel en aankomen duurt even een stukje langer helaas. Nou, even een pilletje zoeken waar die was. Hier. Kijk, en nu wordt hij helemaal zacht. Oh. Dus, even het laatste stukje zacht doen, want eigenlijk moet ze nog even. Maar goed doorroeren. En zo eet ze het wel op. En omdat het door heel de eten heen zit,
neemt ze toch niet in één keer helemaal op. Dus. Nou, moet je kijken hoe blij ze is. Kijk eens, alsjeblieft. Lekker eten met medicijnen. Heerlijk, zo'n zaterdagochtend. Lekkere muziek op de radio. Dus wij zijn nu even aan het dansen. Efteling Kids Radio. Ja, Efteling Kids Radio heeft soms echt leuke muziek. En ik ga nu wel echt mijn ontbijt maken. En voor Sarah lunch, want die heeft trouwens wel gewoon netjes ontbeten. Nog steeds gezellig Efteling Kids Radio op de achtergrond. Maar ik ben de familieplanner. We hebben zo'n planner, dus mijn rij, dus Marco's rij, dus Sarah's rij. Die ben ik aan het invullen. Marco kan ik niet zo ver vooruit inplannen. Ik zet er ook op wanneer de bakken naar buiten moeten. Weet je, allemaal dat soort dingen. Alles staat er echt op. En dit is ook gewoon een hele goede manier van non-verbale communicatie. Want soms, ja, dan leef je toch wel een beetje langs elkaar heen als je het druk hebt. En zo kan je toch zien wanneer zijn vrijdag even van je weg, wanneer je thuis moet blijven. Weet je, ook voor Marco, die is vaak 's avonds weg. Maar hier staan dus de dagen wel op dat ik weg ben ook. Dus dat hij wel thuis moet zijn. Dus het is heel fijn. Dus ik ben het hele schooljaar nu aan het uitschrijven. Heel veel stond er wel al op. En dan ook gelijk aan het kijken of alles in mijn gewone agenda klopt. Het is altijd wel een heel puzzel, maar ik ben al even bezig. Ik ben nu bij 18 mei, dus ik ben er bijna. Echt bijna. Ik ga nu samen met Sarah haar kledingkast, de kamer, alles uitzoeken en opruimen en schoonmaken. Dat ze weer een lekker frisse kamer heeft. En dan is onze dag eigenlijk wel een beetje vol. Het is echt een troepje. Sarah die doet altijd alles zelf. Dus dat moeten we even verandering brengen. Dat weer even een normale kamer is hier. We gaan beginnen met de kledingkast. Dat die helemaal netjes is en dat alles daarin zit. Gaat ze ook passen wat klein is en wat er weg kan. Nou, we zijn al best ver gekomen. Alleen, we zijn er nog niet. Ja, dat komt ook door het heel veel passen. Ik ga nu even snel koken. En ik heb weer mijn gehakt uit mijn bakje. Voelt wel goed, want ik vind het ten eerste heel makkelijk en overzichtelijk. Gewoon omdat het op het bakje staat. Maar ook elke keer denk ik weer een plastic zakje minder. Want deze herbruik ik. En normaal deed ik het ook vaak op een bordje als ik het deed ontlooien. En dat doe ik nu ook niet. Dus ik heb ook minder vaat uiteindelijk erdoor. Of in ieder geval evenveel. Maar ik bespaar dus wel een hoop in totaal. Dus het maakt me best wel blij. Ik ga even een lekkere simpele kapucijnenschotel maken. Die is lekker en makkelijk te maken. En daarna verder gaan is dit in de kast. En we dachten we krijgen hier meer ruimte. Maar er was meer wat nieuw wel nu paste wat hierin hangt dan dat eruit is gegaan. We hadden 13 dingen die weg zijn en er zijn, wat was het, 25 dingen bijgekomen. En schoenen staan nu wel netjes. Maar dit is voor nu het resultaat. En eindstand hangt dit dus gewoon voor. Nou Sarah, de kamer maken we morgen wel af. Want we hebben de kledingkast wel afgekregen, helemaal. Dus dat is echt wel heel fijn. Maar de rest van de kamer ging echt niet meer lukken. Dus Sarah ligt nu lekker te slapen. Ik heb een vlog geëdit, die staat nu te renderen. En ik ga wat eten maken.
En ik heb een serie op Netflix ontdekt. The Pharmacist heet die. Het is een mini documentaire serie. En ik klikte hem eigenlijk per ongeluk aan. Maar toen vond ik hem zo interessant dat ik hem eigenlijk door ben blijven kijken net. En het gaat over een man die als apotheker werkte. En eigenlijk ontdekte dat er met medicatie op recept. Denk aan Oxy. Dat mensen daar heel erg verslaafd van werden. En dat er gewoon dokters heel erg misbruik van maakten om hun zakken te vullen. En het is een heel bizar verhaal wat die man meemaakt. Dus echt een aanrader. Het is 4 afleveringen maar, dus goed te doen. En hij heet dus The Pharmacist. Dat was best wel indrukwekkend om gezien te hebben. Alleen ik zit helemaal in te kakken. En het is echt gewoon nog vroeg. Het is 11:50. Dus dat is echt niks voor mij om al zo moe te zijn. Maar moet ik wel zeggen dat afgelopen nacht, Sarah mag op vrijdag eigenlijk heel vaak bij ons slapen. En ze was heel lief, maar zo onrustig aan het slapen. Dus constant de deken wegtrekken. En constant bewegen tegen je aan alles. Op een gegeven moment ging ze zelfs op mijn hoofd liggen. Weet je, en dan zak je eindelijk weg, ligt opeens je kind op je hoofd. Dat, ja, dan ben je natuurlijk weer wakker. Dus ik had ook echt best wel een slechte nacht gehad. Ik ben natuurlijk ook wel heel de dag bezig geweest. Dus ik ben gewoon moe nu. Ja. Dus ik ga gewoon lekker vroeg mijn bed in. Oh, blijf gaan. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, doe dat dan even hieronder. Is gratis en maak je mij heel blij mee. Reageren kan op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En duimpjes hier zijn natuurlijk ook heel erg welkom. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.